is kort geleden weer eens naar Batavia gevlogen. Ditmaal met een wel zeer bijzondere vracht. Hij had 24 baby's en kleine kinderen aan boord, met hun mama's. Er was voor deze reis een extra stewardess nodig geweest. Speelgoed, een grote hoeveelheid babyvoeding en natuurlijk een linnenkast vol luiers. De vliegende kinderwagen kwam stipt op tijd binnen, zodat de vaders die al enkele dagen in spanning naar de aankomst hadden uitgekeken, geen ogenblik langer behoefden te wachten dan nodig was. En zo zijn weer enkele gezinnen van Nederlanders in Batavia herenigd. Mogen de volgende vluchten even voorspoedig verlopen. 4 dagen later arriveert uit Jogja op Kemayoran Sharifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, onder wie Haji Agus Salim en andere republikeinse autoriteiten, voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst. Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de Renville. Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de week, rechter Kirby, geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er hun handtekening onder te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkadir voor Nederland en Sharifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Toen Lodewijk naar